Hoe ga je nou het best om met tegenslag? Dat zie je in deze video van In de Zone. Hoi In de Zone performers, ik ben Kars van In de Zone. En op dit kanaal deel ik wekelijks tips die jij kan gebruiken voor een betere wedstrijdvoorbereiding, meer mentale vaardigheden zodat je er echt klaar voor bent en in de zone momenten creëren en daardoor de beste prestaties. Ben je nieuw? Word dan zeker abonnee. Een belangrijke quote van Michael Jordan is: I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've trusted to make the game-winning shot and missed. I failed over and over again in my life. And that's why I succeed. Doordat hij zoveel had gefaald, creëerde hij succes. Doordat sporters leren omgaan met falen, zorgen ze ervoor dat ze beter kunnen presteren uiteindelijk. En niet alleen beter presteren, want je hebt gewoon falen nodig om beter te kunnen worden. Ik had laatst een podcast geluisterd van Andrew Huberman. Huberman Lab heet het. Kijk die ook zeker als je meer geïnteresseerd bent in hoe je hersenen werken en hoe je optimaal kan leren. In die podcast zei hij dat je het beste leert als je gefrustreerd bent. Omdat als je frustratie hebt, dan gaan je hersenen allerlei hormonen uitzenden die ervoor zorgen dat je leert van die situatie, zodat je er de volgende keer niet meer in komt. En dus, als je aan het leren bent en je voelt je gefrustreerd, ga dan zeker door met leren, omdat je dan beter kan presteren. Maar je moet dus fouten maken, wil je uiteindelijk leren. Want van die fouten zorgen je hersenen ervoor dat ze ideeën gaan bedenken, waardoor je de volgende keer die fout niet meer hoeft te maken. Al die tegenslagen die je kan hebben, die kunnen in een training voorkomen, zoals een kleine tegenslag, zoals de techniek die je hebt geoefend nog net niet goed uit kunnen voeren, of tijdens een toernooi bijna een punt hebben gemaakt, maar net geen score ervan hebben kunnen maken, waardoor je niet de score maakt en de partij wint, of grote tegenslagen, zoals het verlies van een nabije persoon of een relatie die overgaat of andere grote tegenslagen die je kan hebben. Het is daarbij belangrijk dat je het ABC-model, wat we hebben besproken bij zelfspraak, hier ook kan gebruiken. De A staat voor aanleiding, de B voor bril en de C voor consequentie. Als er een bepaalde aanleiding is die jou frustratie geeft, het verliezen van een wedstrijd zorgt voor frustratie. De aanleiding is het verlies van een wedstrijd en de consequentie is de frustratie. Die kan je opvangen door middel van een andere bril ergens naartoe te kijken. En een gezegde die heel vaak wordt gebruikt is dat sommige mensen altijd met een roze bril iets zien. Stel je bent verliefd op iemand en hij maakt een fout. Dan ga je er heel anders mee om dan wanneer je wat minder verliefd bent op diegene. Misschien ben je al een paar jaar samen en hij maakt dezelfde fout. En dan vind je het opeens verschrikkelijk. Of iemand anders waar je niet zo verliefd op bent maakt diezelfde fout. En dan vind je het verschrikkelijk. Dat komt dus door de bril hoe je ergens naartoe kijkt. En een belangrijke manier om een goede bril op te hebben is door middel van het hebben van een groeimindset. Daar gaan we het volgende week ook meer over hebben. Maar het hebben van een groeimindset zorgt ervoor dat je alles ziet als een leersituatie. Elke keer als je tegenslag hebt, schrijf voor jezelf op: wat heb ik hiervan geleerd? Waarom ben ik hier sterker door geworden? Wat kan ik de volgende keer anders doen? Als het in een wedstrijd is en je verliest die, schrijf je op voor jezelf: wat heb ik hiervan geleerd? Daardoor groei je even goed. En als het iets groots is, zoals het verlies van een dierbare of een relatie die uitgaat, zie je het als iets wat een grote hobbel is op jouw weg, maar waardoor je uiteindelijk sterker wordt, mentaal sterker wordt. Want alle tegenslagen zorgen er uiteindelijk voor dat je mentaal sterker wordt. Als je dat altijd kan blijven zien, altijd die bril op kan hebben, dan ga je ver komen. Ik hoorde ook in diezelfde podcast van Andrew Huberman dat hij zei dat Thomas Edison, de bedenker van de gloeilamp, wel 10.000 keer een manier had bedacht, dacht hij, om een gloeilamp te maken. En elke keer mislukte het. En na een tijdje was hij met een vriend samen en hij maakte een gloeilamp, dacht hij. En hij explodeerde. En die vriend die zei: stop er nou eens mee, ik heb het helemaal gehad, jij met je gloeilamp maken. En Thomas Edison zei: nee, ik heb er twee dingen geleerd. 1. Op deze manier maak je geen gloeilamp. En 2. Ik weet hoe ik een explosie kan maken. Misschien komt dat nog een andere keer van pas. Als je elke keer met die gedachtegang sporttoernooi afsluit of met die gedachtegang een training afsluit, dan komt het uiteindelijk goed. Omdat je elke keer denkt: ja, hoe kan ik hiervan leren? Hoe kan ik hier beter van worden? Hoe kan ik hiervan groeien? Bij ons op de judoclub hebben we namelijk ook een tegeltje hangen. Daarop staat: ik win
Ik verlies nooit. Ik win of ik leer. En dat is ook eigenlijk helemaal waar. Als je wint, dan weet je dat je op de goede weg bent. Maar als je verliest, dan weet je dat je iets anders moet doen om beter te worden. En daardoor leer je. Dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie doen om over obstakels heen te komen. Hoe gaan jullie om met bepaalde gedachten? Laat het zeker in de comments weten, dan kunnen wij daarop reageren. Wil je nou meer van verschillende vaardigheden leren die jij kan gebruiken om te gaan met tegenslagen, om je hoofd rustig te houden? Dan leer je over doelen stellen of mindfulness of spanningsregulatie, waardoor jij je weer optimaal kan focussen op je nieuwe doel, ondanks tegenslagen. Kijk dan ook zeker op mijn website van In The Zone Academy, waarbij je tot 28 maart met 50% korting lid kan worden van mijn academy. Word ook zeker lid van mijn kanaal, zodat je op de hoogte bent van mijn volgende video. Daarin gaan we het hebben over groeimindset. En hoe groeimindset ervoor kan zorgen dat jij alles ziet als leermomenten. En dat je niet denkt dat dingen vaststaan, maar dat echt alles leerbaar is. Dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video van In The Zone. Hoe ga je nou om met tegenslag? Dat zie je in deze video van In The Zone.